goedemorgen. Het is donderdag. En de donderdag begint net iets anders dan normaal. Ik heb namelijk... Oh, waar is je zoontje? Nee, die is net naar de opvang. Die heb ik net daar naartoe gebracht. Dus dat is nu gebeurd. Op naar Amsterdam. Ik ga weer met mijn vingers knippen. Vind ik leuk. Tot dan ineens in Amsterdam. Daar komt die. Zo. Aanbeland bij Q. Ik had het gisteren beloofd, hè. Om even de lift te laten zien. Misschien heb je me ooit gezien in andere filmpjes. Maar het is een hele bijzondere. Het is ook een hele trage. Woe! Moppie. En je hoort dus... collega Martijn Koopman. Woe! Oké, gek genoeg gedaan. Aan het werk. Druk bezig met de voorbereidingen voor vanmiddag. En dit... is een computer. Dat is geen nieuws, denk ik. Maar hier doen we allerlei voorbereidingen. Dan kun je allemaal muziekjes klaarzetten en jingletjes klaarzetten. Q is good for you. Nou, dat gebeurt dus hier. Kijk, en hier in de studio hebben we eigenlijk hetzelfde. Alleen dan iets meer schermpjes. Zie je dat? Ik heb er hier 5. Maar eigenlijk is dat ook hetzelfde. En natuurlijk, ook weer in de studio, Karin van der Meij, dames en heren. Hallo! Ik zag dat je fans had. Het filmpje van gisteren. Ja, dat vond ik echt heel leuk. Ja. Ik zeg vanmorgen even, kijk, iemand vindt me leuk. Nou, dat was heel leuk. Kom, stond onder het filmpje. Bedankt, ja. Maar er stond nog iets onder het filmpje, hè, van Nienke. Ja, Nienke die vroeg aan Joep, wat staan er allemaal voor foto's die in de studio hangen? Heb ik me altijd al afgevraagd. Foto's in de studio, ja. Ik zit even meteen heel panisch aan het scherm te kijken, want de uitzending loopt natuurlijk nog steeds. Hier, deze foto's bedoelt Nienke. Ja, dat zijn allemaal foto's van, eigenlijk van iedereen. Luisteraars, maar ook collega's. Hele rare foto's met mensen in een pak. Dat is Erik van Roekel trouwens, die je daar ziet. In het kuikenpak. Niek van den Brugge. Hey, wie is dit? Met zijn kale bol. Wie hebben we hier nog meer? Nog een keer Erik. Nou, Karin van der Meij. Hier is ze weer. En die daarnaast is Diewertje. Werkt ook hier bij Q, de productie voor Martijn en voor Wim. Hier hebben we Koen Hansen, we hebben Menno Barreveld en Joey van der Velde. Ja, al die collega's staan eigenlijk hier langs deze fotoband. Maar als je ooit een rondleiding komt doen hier, want dat kan gewoon, dan kun je het echt zien. Dat mag gewoon. Maar vragen stellen is op zich wel een leuk idee. Als je nou een vraag hebt, zullen we een Q&A'tje doen morgen? Ja, dat is leuk. Een Q&A'tje. Morgen, als je een vraag hebt, stel hem hieronder even. Je mag alles vragen. En dat hoeft natuurlijk niet over Joep te gaan, hè? Nee, mag ook over Karin. Ik bedoel, we kunnen ook vragen over andere dingen van Q&A's zijn. Of je hebt een of andere probleem en je wil dat Joep je daarmee helpt. Want dat kan niet zo goed, dan kan dat natuurlijk ook. Of je wil een bepaalde plek zien in het pand. Of je wilt een bepaalde collega zien met een bepaalde functie. Of, weet je, het mag alles zijn. Wat je ook wilt weten, laat het hieronder achter. Dan gaan we daar morgen mee aan de slag. En dan komt het morgen terug in de vlog. We moeten nu weer dingen doen, hè? Ja, zou op zich wel handig zijn. Zo, de show zit erop. Vanaf het dakterras groet ik u en tot morgen. Zo goed hier, zo lekker.